Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik altijd zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. En vandaag heb ik een gast die heeft besloten om haar tijd te gebruiken om andere mensen te leren en op de hoogte te brengen van het gebeuren van kanker hier in Suriname. Vandaag zit ik met mevrouw Astrid van Eer. Goeiedag mevrouw Astrid. Goeiedag. Hoe gaat het met u? Het gaat goed. Dat is goed. Ik hoor van als het goed gaat met mensen. Maar ook als het minder gaat, is het niet erg. Je mag me gewoon zeggen. Nee, het gaat goed. Oké. Niet klagen. Dan blijven we daarbij. Ik zeg, in Suriname gaat het minder goed, maar met mij gaat het goed. Hey, dat is emotion. Dat is emotion. Ik ga dat aanhouden als iemand me dat ook vraagt. Ja. Maar voor de mensen die u niet kennen, wie is mevrouw Astrid van Eer? Nou, ik ben... medisch analist van huis uit. En ik heb me gespecialiseerd in kankeronderzoek. En verder heb ik naast mijn profession, waarvoor ik echt heb gestudeerd, heb ik als hobby vroeger toneelspelen gehad. En heb ik veel, doe ik nog steeds, maar nu combineer ik het een beetje ondernemersachtig. Doe ik vele events. Ik train nu artiesten, comedians en ik help mensen events organiseren. Dat is een beetje wat ik doe. Nice. Oké, dat is wat ik doe. Maar u bent ook verbonden aan een stichting. Ja, ik heb... Dat zegt u maar niet. Ik heb stichting kankerdiagnostiek preventie Suriname opgezet. Dat is KDPS. Omdat ik heb gemerkt dat men in Suriname nog heel bang is voor de ziekte kanker. Nog steeds. Ja. En daarom willen we het taboe doorbreken, omdat met de tijd er zoveel ontwikkeling is geweest op het gebied van kanker. Er is veel voor de mensen, er zijn behandelingen, er zijn veel onderzoekingen. En men is nog steeds bang voor kanker, omdat men van vroeger weet, als je het woordje kanker hoorde, als de dokter zei... ga je dood. En die vrees is gebleven. En die vrees, dat taboe willen we doorbreken. En met die stichting helpen we, ondersteunen we kankerpatiënten, maar ook kankerpatiëntenverenigingen en families van kankerpatiënten, die ondersteunen we. Okay, de stichting is opgezet. U doet preventiewerk. Het is awareness en informatie wordt verschaft. En als ik het goed heb begrepen, voor de bystanders die daar buiten het werk doen, de familie van patiënten, maar ook patiënten zelf? Of begeleid. Wordt ook begeleid door deze stichting? Niet door de stichting, ik doe dat. Ja, dat is eigenlijk zo. Doordat ik patiënten begeleid, heb ik dat boekje geschreven, de T van Takrusiki, de K van kanker. Omdat ik merkte dat, meestal wanneer ik met een patiënt heb gesproken, heb verteld over die ziekte, dan vraag ik altijd, hoe hebben uw kinderen gereageerd? 9 van de 10 keren zeggen die mensen, we hebben ze niet verteld. En dat vind ik één jammer en ook erg, omdat ik vind dat die kinderen het moeten weten. Want meestal ontdekt men in Suriname in de laatste fase. Pas. En dan kan je eigenlijk weinig doen in de laatste fase. Dan gaan die mensen dood en dan weten die kinderen niet waaraan hun ouders dood zijn gegaan. Is het zo erg? Dus... daarom willen we stappen terug. We willen naar de basis gaan. Het boekje geschreven waarin ik heb verteld in dat boekje wat die ziekte is, hoe je met die ziekte om kan gaan, hoe je je lichaam moet kennen, want dat is het, we kennen ons lichaam niet. Dat wanneer je klachten hebt, dat je precies weet waar je aan kan denken en ook hoe je de dokter moet vertellen welke klachten je te hebben. Boy, als ik je vertel, hè, als ik iets zie of zo, ik ga direct naar Google en dan denk ik, dan ga ik dood. Dus dan stuur ik die link voor mijn dokter. Ik zeg, dokter, het is weer tijd. Dan zegt ze, calm down. Want vaak genoeg, als je de dokter vraagt te leggen zitten, dan denk je van, oh my god, we kunnen er... Er zijn opties. Maar je moet wel voorzichtig zijn met Google, hè? Ja, daarom direct stuur ik mijn link ook voor de dokter. Zeg ze, Je moet wel heel voorzichtig zijn met Google, want iedereen kan dingen zetten op Google. En dan kan je net in de verkeerde richting gaan. En dan is die dokter niet goed. Want dat heb je meestal. Oh nee, mijn dokter is wel goed, hoor. Dus,
mensen zeggen, de dokters, dat zeg ik, de dokter is goed. Maar omdat die mensen zich zo gefocust hebben op wat ze op Google hebben gelezen. Mm. En de dokter eigenlijk een ander pad wil bewandelen. Dan, het zit dan zo in die mensen hoofd dat ze dan zeggen, de dokter is niet goed. Nee. Maar zo is het niet. Okay. Want daarbij is deze stichting dan ook weer ervoor. Om de mensen daarop te educaten en gerust te stellen van, hey, de dokter is niet hier om fouten te maken. Nee, precies. De dokter is om je te helpen. En hoe beter je jezelf kent, hoe makkelijker de dokter je ook kan helpen. Mm-hmm. En ik zeg ook vaak tegen mensen, als je iets voelt, schrijf het op. Ik ben veel met kinderen bezig geweest. Ja. En vooral die kinderen van Bromtje Dari. Zo ben ik eigenlijk begonnen. En nu ga ik naar meerdere scholen. Mm-hmm. En dan zei ik altijd tegen die kinderen van Bromtje Dari. Ik weet niet als jullie gelovig zijn. De Bijbel is boek nummer 1 in jullie huis. Dit boekje is nummer 2 in jullie huis. Je kan het elke dag uitlezen. Want je moet niet dat boekje nemen en alles uit je hoofd gaan leren. Je kan gewoon elke keer een hoofdstukje. Elk hoofdstukje heeft vraagjes. Achter in het boekje zijn er spelletjes, er zijn opdrachten. Kan je samen doen met mama, met papa, met oma, opa, met je zus. En als je dat boekje dan regelmatig leest en doorneemt, dan weet je wat er kan gebeuren. Dan hoef je niet bang te zijn. Weet je, dat als je naar de dokter gaat en de dokter zegt, ik denk dat je kanker hebt, dan hoef je niet, oh, ik ga dood. Nee, dokter, wat gaan we doen? Want er staat ook in het boekje wat voor behandelingen er zijn, wat je allemaal wel of niet kan doen. En er zijn zelf in het boekje tips hoe de omgeving met een kankerpatiënt kan omgaan. Dat is very nice. En ook nu nog zijn we in de child cancer, childhood cancer awareness month. En hoe draagt de organisatie hieraan bij om de awareness te helpen? Deze keer gaan we een fietstocht organiseren. Mm-hmm. En met die fietstocht willen we sowieso de deelnemers gaan we een beetje voorlichten over de ziekte. Maar met die fietstocht willen we laten zien dat je samen, net zo je dat boekje samen kan lezen, samen gezond bezig kan zijn. Want dat boekje focust zich op veranderen van leefstijl, gezond bezig zijn, met elkaar bezig zijn. Liefde is heel belangrijk in het leven, sowieso. Maar zeker ook wanneer iemand kanker heeft, heeft die persoon heel veel liefde nodig, heel veel aandacht nodig, heel veel praten. Soms wil de kankerpatiënt niet praten, maar jij, ik zeg altijd aan die kinderen, jij kan naar die persoon gaan, die persoon strelen, een bossie geven, aan die persoon zeggen, moet ik wat voor je kopen? Moet ik boodschapjes voor je gaan doen? Moet je? Want de kankerpatiënt vereenzaamt. Omdat men zo bang is voor die ziekte, durft men niet naar die patiënt te gaan op bezoek. Men wil wel, maar men durft het niet. Maar als je weet hoe die ziekte is, dan is die drempel lager om op bezoek te gaan bij die patiënt. Ja, makes sense. En ik zeg ook vaak, niet omdat je, als je gezond leeft, hoef je die ziekte niet te krijgen. Maar als je gezond leeft, heeft je afweersysteem, je immuunsysteem, kracht om tegen die ziekte te vechten. Samen met de dokter. Ja, wauw. Oh, ik kreeg even een flashback. Maar ik kijk naar u en hoe u het vertelt en hoe uw ogen zo oplichten. En ik zie dat u, even though it's a hard job, zoveel voldoening krijgt door deze informatie door te verspreiden. And I think that's a very good thing and trait to have. En ik hoop dat u nog heel lang bezig kan zijn om dit te doen. Ja. Maar stel als iemand nu thuis zit en denkt van, ik zou graag hierbij willen helpen of ik zou graag iets willen doen. Misschien heb ik niet die miljoenen om in de stichting te stappen, maar als iemand nu thuis kijkt en denkt van, hey, dit spreekt me aan of ik heb ervaring hiermee, I would like to help. Ja. Hoe zouden zij dat kunnen doen? Of hoe kunnen ze bereiken? Ze kunnen sowieso naar de website van ons gaan. Dat is www.stichtingkdps.org. En daar zie je alle contactgegevens, de telefoonnummers die ze kunnen bellen. En op de flyer van de fietstocht staat mijn telefoonnummer ook. Mm-hmm. Dus dan kunnen ze mij ook bellen of een van die andere leden van de stichting. En ze kunnen ook gaan naar onze Facebookpage. Dat is, als je KDPS intypt, dan kom je automatisch al op onze Facebookpage. Mm-hmm. En daarin staat alles verteld. En op die Facebookpage posten we ook meest artikelen van organisaties, kankerorganisaties uit het buitenland. Want daarin wordt verteld hoe je met kanker kan omgaan. De updates. De updates. En ook de specifieke kankersoorten die er zijn, hoe je ermee kan omgaan. Er is heel veel informatie op onze
sowieso op onze website, maar ook op onze Facebook page. Yes. Yeah. Oké, okay. Guys, volgen deze pagina, so you can stay updated. Mevrouw Astrid van Eer, ik vond het super fijn dat u bij me was. En heel blij dat u er bent voor de Surinaamse gemeenschap. En ieder die het nodig vindt of geïnteresseerd is om op de hoogte gehouden te worden en de hulp kan gebruiken van de stichting. En ik wens je heel veel kracht, sterkte toe en positieve energie. Ja, zodat je dit werk nog heel lang voor ons kan doen. Ja, dankjewel. Ik waardeer het dat jullie ons hebben uitgenodigd om over over dit onderwerp te praten. Want we benaderen een heleboel media. Maar eigenlijk moeten we... Kijk, jullie hebben ons benaderd. Mm. Maar meestal benaderen wij en dat duurt heel lang... Voordat er eindelijk iemand heeft gezegd, nou kom maar hoor, want ik vind het wel een beetje te serieus. Nee, zelfs in zijn quality time kunnen we hierover gewoon lekker babbelen. Ja, weet je, en dat moet het worden, dat het taboe van kanker moet doorbroken worden. Dus dat is het, we willen dat men die vrees niet heeft, dat men niet, oh heb je haar weer. Want soms zie ik ook wanneer ik aankom, dan denk ik, oh heb je die vrouw weer. En ze duimen zodat ik niet over die ziekte praat. Maar je mag hier komen praten erover hoor. Let's do it. Nee, ja. Maar nogmaals bedankt voor het komen. Graag gedaan. En if anything, als je ooit wil komen met deze gele bank, is ready voor u. Oké, dankjewel. En jullie thuis bedankt voor het kijken. Vandaag was mevrouw Astrid van Eer hier. En zij is de voorzitter van de stichting KDPS. Kankerdiagnostiek Preventie Suriname. Ik heb het goed. Ik ben secretaris. Oh, secretaris. Oké, bijna goed. Secretaris van de stichting. En ze was hier om ons te vertellen over de Childhood Cancer Awareness Month. Over de stichting zelf. Wat wij mensen thuis ook zouden kunnen doen als we in contact toevallig komen met iemand die het heeft of de ziekte zelf. En als jij thuis kijkt en denkt van, hey, ik zou willen helpen of ik wil iets doen. Ga naar de Facebookpagina, ga naar de website. Get educated, don't be scared. We all need somebody in our life. So, ga volgen. Educate yourself. Ze hebben een fietsentocht. Doe mee. En zo draag jij, misschien op een heel kleine manier, maar ook gewoon bij... To spread the awareness and to not make a taboo out of cancer and to just talk about it. Bedankt voor het kijken. And remember guys, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.